actie. Goed geraakt. En dat is een ingooi voor Colombia. Palacios. Zo'n paas moet veel nauwkeuriger. Dit lijkt nergens op. Daar loopt iemand in de weg. Het schot wordt geblokt. Van zo'n afstand laat deze keeper zich echt niet verrassen. Die bal wordt onderschept. Hij raakt hem vol. Wat een blunder zeg. Hij mikte hoog en schampt de bal. De scheidsrechter fluit terecht voor buitenspel. Ik moet zeggen dat die verdediging steeds prima opschuift. De buitenspelval functioneert uitstekend. Falcao. Hij loopt keurig de buitenspelval in. Rodriguez. Mooie, zuivere steekbal. Falcao! Oh, volgens mij dacht het hele stadion al aan het openingsdoelpunt. Maar het blijft uit. Ja, zo'n kans moet je op dit niveau wel benutten natuurlijk. Zeer matig afgewerkt. Zo, ja! Altijd leuk voor de keeper zo'n rolletje. De bedoeling was duidelijk, maar de paas is doorzien. Wat een slordige paas toch. De tegenstander kan de bal zo eenvoudig onderscheppen. De spits kreeg de bal niet vol op zijn voet, denk ik. Het was een schampschot. De bal rolt zo naar de keeper. Die bal geven ze toch wel heel makkelijk weg, zeg. Er komen 2 minuten blessuretijd bij. Luis Muriel. Probeert het. Falcao! De bal komt diep, maar de tegenstander weet de bal toch weg te werken. We gaan rusten bij 0-0. Ik ben benieuwd wat de tweede helft ons zal brengen. Ik had niet verwacht dat we met een gelijke stand de rust in zouden. De scheidsrechter kijkt of alles in orde is en fluit af voor het begin van de tweede helft. Die heeft een zee van ruimte op de vleugel. Kan voorzetten. Luis Muriel. Jury, ze krijgen genoeg kansen, maar het afmaken, dat is het probleem vandaag. Evert, ze missen een soort killer. Falcao, die wordt vrijgespeeld in de diepte. Hij speelt graag op het randje van buitenspel. Maar dan moet je timing wel goed zijn natuurlijk.
Uit de gevarenzone met die bal, denkt de keeper. Er liggen mogelijkheden hoor aan de zijkant. Nou, dat was toch een grote kans. Dat ziet hij zelf ook wel in. In de herhaling zie je dat het helemaal niet zoveel scheelt. Davinson Sanchez. Met die sliding gaat hij niet wegkomen zonder geel, denk ik. Geel voor deze Colombiaan, zegt de scheidsrechter. Ja, dat zat er wel in. Hij gleed naar de bal, maar raakte de speler. Een overtreding dus. Hij maakt de sliding, maar daarbij raakt hij de man. In de handen van de keeper. Die paas wordt onderschept. Er ligt ruimte aan de zijkant. De bal wordt in de 16 gebracht. Dat leek een goede paas, maar helaas. Komt dat schot? Zo, die laat er geen gras over groeien. Weg met die bal. En dat is een ingooi voor Colombia. Net op tijd onderschept. Als je zulke ballen gaat geven, hou je de bal nooit in de ploeg. Goeie knal hoor! De doelman pakt de bal makkelijk. Ai, 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 wat een belabberde paas. Die bal is voor de keeper. De bedoeling was duidelijk, maar de paas is doorzien. Jefferson Lerma. Aan de zijkant. Ja, daar ligt de ruimte. Ja hoor, goed gevangen. Keeper reageert prima op die voorzet. Colombia mag ingooien. Bal nu in handen van de tegenstander. Wat een slordige paas toch. Lekker geraakt. Corner. En dan kan het spoken voor het doel hoor. Dat is een mooi afstandsschot en een nog mooiere redding. Opgeruimd staat netjes, denken ze in de achterhoede. Luis Muriel. Geen probleem hoor voor de sluitpost. Die heeft een zee van ruimte op de vleugel. Die paas wordt doorzien. James Rodriguez. Fraai. Goed gedaan. Mooi schot. De keeper heeft hem. Prima schot. Met zo'n bal verras je deze keeper niet. Net iets meer dan een kwartier hebben we nog te gaan. Hij loopt gewoon te slapen, die vent. Daar is het schot. Daar dachten ze even op voorsprong te komen, maar het blijft gelijk voorlopig. Prima bal.
Volgens mij trapte die spits half over de bal heen. Nu niet meer tegen een tegengoal aanlopen, want dan kunnen ze het kampioenschap op hun buik schrijven. Ja, ze moeten gewoon de boel achterin dicht houden nu. Nog maar 8 minuten te gaan. Slechte inworp, zeg. Recht naar de tegenstander. Vol geraakt, zeg. Daarmee maakt... De scheidsrechter geeft een vrije trap. De keeper raakt de bal op. Komt dat schot? Zo, hij neemt die bal ineens op de pantoffel. En wat scheelt het? Ja, hij aarzelt geen moment. Hè. Bij een volley komt ook een tikkeltje geluk kijken. En dat ontbreekt hier. Drie minuten extra tijd. Het geduld van de fans is hier flink op de proef gesteld. Ja, waar blijft die voorsprong toch? Bal in het strafschopgebied. De keeper grijpt in. Gedurfd, maar daar moet je natuurlijk geluk bij hebben. Nee, deze omhaal mist alle richting. Zapata, er komt nog een slotoffensief aan dat er heel veelbelovend uitziet. Dan schiet hij. Er staat de verdediger. Je moet wel van hele goede huizen komen om een bal uit zo'n hoek nog tussen de palen te krijgen. Ja, een andere oplossing had meer voor de hand gelegen. Einde wedstrijd, geen winnaar vandaag.